maman, je suis coincé. Eh maman, eh maman, je suis coincé. B, tu es mon trésor. Ton amour est précieux comme de l'or. Partout où je me trouve. Oké, okay, het is misschien nog even tijd voor een update over Miss Hamilton hier. Miss Hamilton doet het vrij goed bij ons. En het was even zoeken, want het is een Bengaalse kat op een appartement. Niet evident, want dat zijn super wilde beesten. Soms, niet wild. Dus maar ondertussen kennen we haar al een beetje. Wat is er speciaal aan haar? Wel, elke kat speelt graag. Hamilton speelt ook graag. Wanneer speelt hij graag? 'S Morgens, als we wakker worden, staat hij mega wild. Dan slaapt hij heel voormiddag, nadat we ermee gespeeld hebben. 'S Middags, idem, zit nu onder het tapijt bijvoorbeeld. Dat kan ik nog niet zien doen. Dan slaapt hij weer de hele namiddag. En dan, s'avonds, speelt hij nog, nog met ons. Maar je moet er wel echt mee spelen. Dus ik zal ze bieden stonden met zo'n speeltje. Die gaat echt total los. En je moet echt veel speelgoed kopen waar dat ze zich moet over nadenken en moet mee bezighouden. Het is echt een slimme poes. Ze springt echt ongelooflijk hoog ook. En ze maakt af en toe wel meubels stuk. Onze prachtige Linie Rosette zetel is bijvoorbeeld al. Er zitten echt heel veel haken in. Dat is echt zo spijtig. Maar kijk, dat zijn de consequenties van een poes in huis te hebben. Kakwise was het ook even een probleem, omdat ze vaak diarree had. Sorry voor de info. Maar we hebben nu andere voeding gevonden. En dat is opgelost nu, gelukkig. Want diarree op zich, ça va. Maar het probleem was dat ze dan in haar kattenbak soms met haar poot in die diarree stond. En dan het hele huis begon rond te rennen, want die rent super hard. Vandaar haar naam Hamilton. Genoemd naar Lewis Hamilton, waar hij echt ook super goed bij haar past, want hij is echt een racekat. Oké, ik laat even zien hoe hard ze kan spelen. Het is trouwens ook super nieuwsgierig. Hamilton, ik kom hier. Want ze is nu de camera aan het afruiken. Kom hier. Weet je. Het is ook een lieve. Ze doet Ray bijvoorbeeld ook nooit pijn. Ray pakt er heel vaak op. En ze is altijd super zacht. Ze gaat naar zijn gezicht, doet het zonder poten. Tof. Zonder nagels. Voilà. Tu es présent dans mon esprit. Chaque chose que j'approuve, c'est pour toi, ma chérie. Envie de te prendre dans mes bras, pour te montrer comment je te kiffe. Toi et moi, baby, sous les draps. J'suis high, pas besoin de sniffer. J'suis en love de cette pute. Les autres, rien à foutre, j'les quitte. J'adore qu'on se dispute, parce que j'adore ton attitude. Oui, t'es pas comme ces prostitutes qui n'ont pas de certitude. Ça fait un moment que je fuis l'amour, mais cette fois-ci je suis coincé. Comment te dire que de nos jours tu donnes tout puis laisses tomber. Et maman je suis coincé. Et maman je suis coincé. Ik ben onderweg naar Broekaai 6, want er is zo meteen een perswandeling met Ben van Looy, die ambassadeur is voor Wonder Kortrijk. Het stadsfestival waar ik al van sprak, dat begint morgen officieel. Dus vandaag is het persvoorstelling. We hebben met Hooray een beetje de PR en zo gedaan. Dus ik ben ook van de partij. Aloha. Hey. Hey. Hallo. Zeeman. Ja. Wonder. Alles, hè. Ga maar. Ah, ja. Maar u weet, mijn voorganger van Kiekenborne zei in Kortrijk zijn niet alleen. We zijn besmet met een ander virus, namelijk het creativiteitsvirus. De kat. En zoals jullie straks zullen zien als je naar binnen loopt, kun je plaatsnemen op een houten bankje. Zonder nog ik, ik kan ook naar voren. Hè? Misschien. Ja. Dan staan we dichter bij elkaar. Of jij kan naar voren. Maar een prachtige tentoonstelling van Klaas Rommelaar was. Iemand die met naad en draad. Tawidi, a.k.a. 8000K, dat is mijn artiestennaam. Ik ben hier ambassadeur van Wonder Kortrijk en ik wil voornamelijk jongeren aansporen om te komen kijken naar alle tentoonstellingen. Want het is zeer interessant, zeker voor iedereen dat iets met art te maken heeft. Hey, ik ben Mohamed, ook gekend als 8700K. Ik heb de eer om ambassadeur te zijn voor Wonder Kortrijk. Hallo, ik ben Caroline. Dit is Bert, mijn man. César, mijn zoontje. Jullie kunnen mij misschien kennen van de kinderwinkel Zoen. En ik heb de eer om ambassadeur te zijn van het Wonderfestival hier in Kortrijk. Hallo, ik ben Bent van Looy en ik heb de eer om ambassadeur te mogen zijn van het Wonderfestival in Kortrijk. Hier in Kortrijk kun je van 15 oktober tot 15 november terecht voor een lange wandeling langs creativiteit, schoonheid en design. Ik hoop
jullie hier binnenkort te zien. En remember, all you need is wonder. Voilà, de persvoorstelling zit erop van wonder. Goed gegaan, redelijk wat journalisten gezien. En ook de morgen en zo gaan erover schrijven, maar het gaat tof zijn. Wonder. Zeker eens komen. Het programma staat op wonderkortrijk.be. Klaar maar, hè? Wat is mijn Deborah? Goed, goed. En jij zit ook in mijn kerst. Ja? Ja. Dat is tof, hè? Ja, en ik sta er nu in, maar hoor. Ik heb dat. Ja, en de kleinste en nog een smaak is dat maar sinds dat je niks. Ah ja, oké, ça va, ja. Maar weet je wat, ze kan alles ook omwisselen. Dat is dat, even. Dus, ja. Merci, hé. Ja. Nora uit de winkel in Kortrijk, tegenwoordig, wist je dat? Ja. Ik kan iets gaan halen. Ah. Surprise. Oeh, wat heb je gemaakt? Ja. Merkt. Wat? Merkt. Pudding marietsuiker. Nice. Ja, tof. Hoe cool. Ik ging het niet zelf gekozen, het was sabat. Haha, niet gekozen is. Sabat, sabat. Ik ben bij de branding, bij de warande in Kortrijk, een speeldomein. En het is hier een vrijdagsfeestje geweest voor Ray. Zijn eerste, denk ik, of is het al een tweede? Geen idee. En dan snel terug naar huis, want hij moet naar de voetbal. Ik heb de bal achteruit en... Hey. Overleefd? Ja, toch? Ja? Oké, oké. Klaar voor de voetbal? Yep. Yep. Ga je scoren of ga je slapen? Ik ga scoren. Nee, ik ga slapen. Oh. Goedemorgen, ik ben aan Creakopie. Tijd voor een ochtendworkout. Wat heb ik gevraagd om die palet papier te komen binnenzetten? Hey. 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 Sorry, ja, dat klopt, ja. Ze is hier aan het werken. Ja, heel mooi. Na de middag. Mooi, hallo hoi. Ja, mooi. Ik weet niet hoe lang we er kunnen behouden. Wat gebeurt er hier allemaal? Hey. Hey. Smakelijk. Dank je. Het ruikt wel heerlijk. Prachtig zicht op de bultorens. Ja, het is mooi weer. Dat zijn geen kleine hondjes, hè? Mijn baas? Nee, nee, mag niet. Nee. Mijn baas? Rustig. Maar je moet niet bang zijn. Ik ben niet bang. Ah, oké, dat is goed. Ah, ik weet het niet, anders. Nu maar? Nee, dat is al de eerste keer iemand dat ze niet kennen. Dat is nieuwe mensen zien. Ja, ze zijn, ja. Het blauwe bandje, hè, is daar ook. Hier, het blauwe bandje. En het groene is om meer. Ja, ja, zijn er ook twee. Ja. Ze zijn een beetje kleiner, hè? Ja, ze zijn een stap kleiner. Waarom niet mee? Nee, zie je dat ik hem kwijt ben? Ja, ik ga je op het hier leggen. Ja. Ah, poesie, die er ook alweer in. Klaar voor de voetbal. Kortlaan. Oké, België is misschien niet altijd mijn favoriet land op het gebied van... alles. Maar op de boeren buiten lopen, een klein beetje op de boeren buiten lopen, s'avonds is het altijd nog wel echt heerlijk. Tof plekje hier, het is in Wevegem, race aan het fietsen. En ik ga me zorgen dat ik op tijd terug ben, maar het komt wel goed. Doe maar net. Ray, je schoenen zijn echt super vies. Hoi. Even een keer. Kijk, dat is straf, dat is straf. Even gedaan. Ja, goed gedaan. Oh, ik ben gaan lopen en Ray is gaan voetballen. 9 kilometer en hoeveel kilometer heb jij gedaan, Ray? Ja, zit maar over. Hup, hup. Heb je koude voeten? Nee. Waar, hè? Mijn mami. Morgen voetbal. Moet ik morgen niet naar de voetbal, hoor, Ray? Waar stond de E? Wap. Wat dan? Wap? Wap. Of bedoel je wet ass pussy? Hier, wat is de koffie? Goedemorgen, het is vrijdag. Het is 11:30 's morgens.
En we hebben alweer 2 putjes afgewerkt die goed gingen. Dus ik heb echt super veel energie. Ik ben wel very sweaty. Ik heb opvoedijvers van de stress dat ik had. Maar good energy, echt good energy. Dat is fijn om het weekend in te gaan. Hopelijk halen we ze binnen, de pitches. Voilà, en nu ga ik even leveren voor Creacopie. Wat ik nog wil zeggen trouwens, weer super grappig. Ik zit weer in een vlog te zeggen van ja, ik weet wat nieuwe dat ik moet doen. En ja, meer family, meer business. Ik moet eigenlijk gewoon blijven doen wat ik aan het doen was. Hè. Daar komt het op neer. Een beetje business, een beetje family, een beetje van alles. Dat vinden jullie het leukste, right? Ga je doen? Ja. Kan je dat wel aannemen? Nee. Is dat uit? Hallo, goeiedag. Hey, kom binnen. Lekker nieuwjaar. En daar is de wasselast. Ja, kom dit een douche. Ah, sneeuw. Ja? Super lekker meer. Ja? Mooi. We zijn in Brugge. Sint-Andriesmeer bepaald en hier woont mijn broer Max. En Max gaat vandaag trouwen. Nog net op tijd voor de nieuwe coronamaatregelen. Allee, niet dat we zot gaan doen, hè, maar... Het zat nog post, hè, trouwens. Ja? Ja, ja, weet ik nog niet wat een sleutel dat is. Dat is mooi. Oké, dat is een hondje. Cabo. Ja. In een Cabo. Het is deze keer dat die kindjes. Dat is een chique dus, hondje, hé. Ik kan die wat klein zijn. Goed. Goed en ja, het is wel een warm, hè, hond. Ja. Oh. Het is ook wel, het is warm dan de mensen. Helemaal. Ja. Manneke. Wat die? Mooi, ze is altijd een patatje. Je ziet de patatje. Je ziet de patatje. Als je in onze kamer is, Proficiat, en jullie mogen kussen. Het heerlijkste huis van de wereld, dat je niet op je wacht hebt. Heb je wel herkend? Maar zijn jullie in ieder geval in deze schitterende stad heel veel geluk. De schoonheid van Brugge is toch zot, hè? Ik sta in Brugge tussen 2 auto's en ik vrees dat ik er niet zal uit kunnen. Shit. Je zet er op 10. Doe het. Hoi, mag ik hier dan niet? Zet ik er op 10 door? Ja. Yeah, yeah. Tu es la seule que je pourrais présenter, yeah. Mami, mami, tu es à moi. Te promets le bonheur tous les 12 mois. Fuck, fuck les rageux, fuck ce qu'ils disent. Fuck les bêtises, fuck leurs bêtises. Yeah, yeah. Dat waren een paar duikers. Goedemorgen, ik mag of midden van de weg lopen, want het is zondagochtend. 8:30 uur. Vroeg dus, niet veel volk op baan. En ik ben onderweg naar Small Safari. Ik moet vandaag, hallo, ik moet vandaag Small Safari open houden. We hebben zo'n meutrol systeem waarbij je af en toe eens een truc hebt moeten staan. Maar ik vind dat nog altijd een stof. I'm the one who wants to be with you. I'm the one.
to heaven that I'll ever be. Voilà. Klaar om open te gaan. Het is nu 9:55. In de 5 minuten gaan de deuren open. We verkopen iets minder tickets door corona, vermoed ik. Mensen zijn iets banger om te komen. Terwijl dit er allemaal eigenlijk wel coronaproof kan gebeuren. We hebben sowieso, waren we al gelimiteerd en volk. Maar bon. Ready? Wat doen? De deuren open doen. Nog even profiteren van de laatste keer dat we mogen gaan eten voor de komende maand. Dus ik ben met Nona samen in het pizza restaurant in Brussel. Beste pizza van België, echt waar. Opent vandaag, oh shit, ben met de step. Opent vandaag in Brussel een nieuwe galerij, Ruby Gallery, met echt zalig werk van Shirley onder andere. En Joël Dubois, en ik ga even snel zien, snel ontsnappen van Smile Safari. Wat gaat hier? Hey! Yeah, Skiliza, Mamacita, Signorita. Te belle comme la blonde en Bella. Het is 5:30, het laatste van de dag. De rust is aan het wederkeren in Smile Safari. Het is alweer goed druk geweest, maar nog altijd doenbaar. Ik hoop. Als ze de nieuwe maatregelen aankondigen voor de cultuursector, dat wij wel ergens zouden kunnen open blijven. Ik denk dat we het wel echt onder controle hebben. Naar veiligheid toe. Maar je weet natuurlijk nooit wat ze gaan beslissen. Hè. Het is weer gedaan met Smile Safari voor deze week. Deurtje dicht. Yes. Oh mooi. Pak je frietjes mee. Goed. Hallo papa. Hallo Ray. Was het leuk gedaan met mama? Ja. Ja? We kregen daarnet aanvraag voor een soort van stage van een buitenlandse student voor Ray. We krijgen af en toe wel stageaanvragen. Het was een interessant profiel, een meisje uit Nant. Maar ik vroeg me wel af, COVID-wise, mogen zij nog naar het buitenland? Waarschijnlijk als geen quarantaine blijft en zo zeker. Maar dat deed er ook aan denken dat wij werken voor Jint. En momenteel zijn er online heel veel sessies bezig op gostrangelevelup.be. Dat is van Jint. En dat is eigenlijk het evenement voor jouw buitenlandplannen. Dat is een beetje van alles. Dat gaat over uitwisselingen, groepsreizen enzovoort. En er zijn heel wat infosessies nu te vinden online. Kijk, om 3:00 begint er een nieuwe, een Q&A met Milan, een Europese jongerenvertegenwoordiger. Dus ik zou zeggen, je hebt nog tot vrijdag 23 oktober om die sessies mee te volgen. Ik zal de link onderaan met mijn, onder deze video zetten. En ik denk dat het echt wel super interessant is. Ik ga ze bieden ook eens een webinar mee volgen. Voilà, go strange. Nu checken. Zeker doen. We unapendeza. En plus we nu laini. Mtoto Jojo. Uki waini. Mambo moto. Chumbani. Sim toto. Baby follow me. We gaan naar Oso. Ja, ja, ja. Frequency. Ja, ja, ja. Frequency. Frequency. Yeah, yeah, yeah. Ça fait un moment que je fuis l'amour, mais cette fois-ci,